Als een nieuwe onderneming zich vestigt in Gorinchem, dan willen we natuurlijk weten wat ze doen en waarom ze voor Gorinchem gekozen hebben. Daarom zijn we vandaag bij Bouwfactor, de onderneming van Erik de Jong en Jaap van Heteren, die zich recent hebben gevestigd op het industrieterrein op Avelingen-West. Hoi, mijn naam is Erik de Jong van Bouwfactor. We zijn gevestigd hier in Gorinchem en wij zijn leverancier van de regionale houthandel in Nederland en in België. Ik ben Jaap van Heteren. Ik ben verantwoordelijk voor de firma Planker. En wat wij doen is, wij leveren unieke houtproducten richting de interieurbouwer en richting de meubelmaker. Nou, we kwamen hier voor Bouwfactor, maar jullie hebben twee bedrijven. Kan je uitleggen waar het verschil in zit? Inderdaad, we hebben twee bedrijven. Enerzijds Planker, gericht op de interieurbouwer, de meubelmaker, zeg maar de verwerker. En aan de andere kant hebben we Bouwfactor, die gericht is op de regionale houthandel in België en in Nederland. En wij importeren bijvoorbeeld hout van oude schuren uit Canada, maar ook bijzondere tafels uit Indonesië. En we hebben zelfs gebrand Suzuki banhout op voorraad. Eigenlijk een heel uniek assortiment. Sinds maart zijn we gevestigd hier in Gorinchem op de Avelingen-West 43. En mocht je eens in de buurt zijn, spring eens binnen voor een bakje koffie. En wat is de reden waarom jullie voor Gorinchem hebben gekozen met je bedrijf? Vanwege logistieke redenen. Je zit hier centraal, dus dat is top. We kunnen zo de Rijksweg op richting Breda, /België of richting Utrecht. Dus voor ons alle reden om richting Gorinchem te komen.